Wie koopt? Je gaat toch niet laten zien. Ik heb bij de Action een wallenstick gekocht. Dat koop je. Dat koop je. Helemaal welkom bij deze nieuwe video. Ik weet dat jullie al jaren hebben gewacht op een nieuwe video. En ik heb ook nog een vlog die ik ga uploaden. Ik weet niet zeker of dit bij de vlog komt of het een aparte video is. Maar vandaag ga ik een shoplog doen. En het is een soort van vakantieshoplogje. Ik heb eigenlijk veel meer gekocht, ook kleding en zo. Maar dat ga ik er niet bij doen. Ik weet niet, dit is echt een hele random shoplog. Maar ja, ik had er gewoon even zin in. En ik ga laten zien wat ik bij de Action en bij de Hema en bij de Ethos en bij de lalala heb gehaald. En een beetje back to school. Echt zo'n heel klein beetje, weet je. Maar er komen hele leuke Thailand vlogs. Dus ik ben niet dood, I'm back. Ten eerste gingen we naar de Ethos. En in de Ethos zag ik dat het 1+1 gratis was. De Sanix Deo's. Dus ja, ik heb deze gekocht. Maar weet je waarom ik ze heb gekocht? Ik zag bij Johanna of zoiets. Die had het zo laten zien van, je kan het tussen je benen doen als zeg maar chubby... Chip rub. En dan doe je dat tussen. Maar zeg maar, weet je waarom? Het is nul parabenen, nul aluminium en nul alcohol. En even ruiken. Mag het in je kamer? Het ruikt wel naar fonteinen en dolfijnen. Dus ja. Toen ben ik ook nog eventjes langs een of andere skere Chinese winkel gegaan. En dan heb ik deze waaier gekocht. Even testen nu. Oké, ik heb deze waaier gekocht. In de Ethos heb ik ook nog een Focus. Hoe heet dat? Een Miracle Oil gekocht. En dit was zo'n mini, weet je wel, bij de mini deo's en zo. En hier, dit is voor face, body, hair, nails en hands. En er zit Sweet Melon Fragrance, dus het ruikt lekker. Eventjes op mijn vingertjes doen hoor. Dat is voor je hands. En je krijgt er lekkere zachte handjes van. Toen zijn we naar de Action gegaan. En nu komen een beetje van die back to school dingetjes. Maar oké. In de Action. Maar ik zag dus deze kafpapier. En dit is een blackboard foil. En ik wilde ook die krijtjes kopen. Maar als je dit kaft met je boeken. Dan kan je er gewoon letterlijk op krijten en wegvegen. Dus in de les. Als je echt gewoon boord als helpt. Ben je echt van. Je kan zelfs een krijtstift kopen. Dan kan je het heel mooi weer. Maar dat dus. Voor school. Want ja. Oh, trouwens, ik ben over de 5 VWO dit jaar, dus dit jaar ben ik wel over. En ik was laatst vrijdag. Ja, ik was vrijdag jarig, 27 juli. En daardoor heb ik heel veel geld gekregen, dus heb ik allemaal dingen gekocht en uitgegeven. En dan, dit is, heb ik een tijdje eerder gekocht, misschien 2 dagen geleden. Dit heb ik in de Hema gekocht. Dit is mijn agenda voor volgend jaar. En dit is een roze. Ik heb hem al een beetje ingeschreven. Oh, dat is persoonlijke informatie. Ga ik even niet laten zien. Maar bijvoorbeeld hier staat er vliegen naar Thailand. En ik ga deze dus meenemen naar Thailand. En dan ga ik elke dag gewoon een beetje in mijn dagboek. Ik ga er gewoon in schrijven. En misschien leuke dingetjes in doen. Zodat ik zeg maar tijdens de les. Als ik me verveel gewoon in mijn agenda. Maar eigenlijk mijn journal ga kijken. En dan kan ik zo van. Oh my god, wat had ik die dag in Thailand gedaan? Oh, we gingen toen naar Phuket. Wat leuk. En dat is een hartstikke leuk idee. En ik heb het bedacht. En het is hartstikke leuk. En deze was maar 3 euro. Dus dat is ook toppie. Oh ja, want ik ga namelijk plannen volgend jaar. Want we gaan echt even goed 5 euro doen. Want het is het moeilijkste jaar ever. Zo. So, Oké. dan in de Action heb ik ook dit gekocht. Dit was waarschijnlijk iets van 1 euro. En dit is echt heel handig. Want ik zag dit wel ooit in mijn leven. Maar ik gebruik het steeds met echte komkommers, weet je wel. Maar dit is niet zonde, want dit doe je gewoon in de koelkast. En wat het is, je legt het op je ogen als een soort masker. En het werkt als een soort van verkoeling. Waardoor je wallen een soort van wegtrekken. En ik heb daar echt heel veel last van. De laatste tijd, want ik slaap niet in de zomer. Dus ja, en het is een cooling eye mask. Verkoelend oogmasker. Illimme mask. 30 minuten. Ik weet het, ik praat echt altijd zoveel in mijn shoplogs. Oké. Ja, toen heb ik in de Action ook dit facial sheet mask gekocht. Er staat: take a selfie and share it on social media with selfie, hashtag selfie mask. Dat is stap 4, hè. Er zijn 4 stappen en dat is stap 4, dus dat moet ik sowieso doen. En het is een vlinder en het is stil, want we gaan over 2 dagen, 2 augustus gaan we vliegen naar Thailand. En dan kan ik gewoon in het vliegtuig op. Ik praat weer te snel. Oké. Het volgende wat ik heb gekocht is een Betty's Nature. No alcohol, no pure
perfume. Soothing, cooling, recovering and refreshing, quickly absorbing, rich in vitamins, refueling, native hydrating, suitable for dry and healthy skin. Aloe Vera Gel, 92%. Ik wilde eigenlijk 100%, maar dat kon ik niet vinden. For body, face and hand. En dit kan je gebruiken voor je gezicht, want Amina had heel veel pukkeltjes hier. En toen ging ze aloe vera gel smeren en toen ging ze weg. Dus ik ben van plan om dat ook te proberen. Dus ja, dit is van de Action en hij was ook maar 2 euro. Mag ik ook proberen? Ja, jij mag het ook proberen voor sunburned skin. Dan heb ik nog een, oh nee, niet een, twee. Twee cleansing wipes gekocht van de Action. Ook iets van 70 cent per stuk of zo. En dit is heel handig voor in het vliegtuig. Als je bijvoorbeeld even je oogmake-up moet verwijderen, weet je wel. Of ja, snap je? Precies. Bijvoorbeeld als je moet, als je gewoon even verfrist. Of bijvoorbeeld in de zomer, wanneer je heel lui bent en heel moe, 3 uur 's nachts. Je hebt geen zin om je make-up af te halen, maar je moet opstaan. Dan kan je ook gewoon even zo wieuw, wieuw, wieuw. En ja, om schoon te zijn. Dan heb ik een zakje snoep. Toen hadden we een van de Action. Een charcoal facial mask. Het is 2 euro. En dit is een blackhead peel off voor normal skin. Clears pores and exfoliate your skin. Dus je doet het gewoon op je gezicht. En gacha! En al de blackheads zijn loesoe. Dus ja, dat gaan Janet en ik vandaag uitproberen. Als jullie een video over deze willen zien. Of een van de producten die ik deze video laat zien. Laat het vooral achter in de comments. Dan heb ik iets heel... Ik weet niet wat ik van moet vinden. Maar dit is een anti-dark circle stick. Anti-wallen stick. En deze stick was iets van 1 euro. En dit heb ik ook van de Action. En ik weet niet wat het precies is. Maar er staat dat het de aanblik van wallen en kringen rond de ogen vermindert. Met een verkoelende metallic roller. Dan heb ik ook nog in de kruidvat een heel handig slaapmasker gekocht. En dit was ook iets van 2 euro. En er zaten ook van die oortjes in. Maar dat komt voor omdat ik in het vliegtuig misschien even zen wil zijn, weet je wel. Dan gaan we verder met make-up, beauty producten. Ook voor Thailand en gewoon voor mezelf. En je weet toch. Deze lip butter van de HEMA. En deze lip butter... Deze lip butter is nieuw en hij is heel chill, want je doet gewoon zeg maar zo en het is een soort van, zeg maar, het is gemaakt van shea butter en natural oils. De meeste mensen doen zo lipbalsem, weet je wel, of vaseline, maar dat is zo, hoe heet dat? Zo dik of zo, maar dit is zeg maar een soort van olie met shea butter en daarom is het gewoon een beetje chill. Dit was ook iets van 4,50. 4,50 doe ik even normaal. Ik heb echt veel euro als uitgegeven aan make-up trouwens. Dan heb ik vandaag een spiegeltje gewoon gekocht. Dit is grappig, wacht, dit gaat leuk zijn. Spiegeltje van de HEMA. Zo kunnen jullie zien waarmee ik film. Hihi. En dit was 1 euro en ik vond het wel handig voor mijn agenda of mee op reis. En waarom is mijn lippen roze? Let daar niet op trouwens. Ik heb hele mooie wimpers door de make-up die ik nu ga laten zien. Maar een volgende. Ik kan ook heel handig hierin doen. Dan heb ik, even kijken, 4 make-up producten gekocht. Oké, dit is een heel leuk product. Het is een lipstick in zo'n tube. En het is nummer 24. Oké, hij focust niet, maar oké. En het is een heel mooi kleurtje. Ik heb hem vandaag op mijn lip gehad, maar het is een beetje weggevaagd. En ja, ik laat wel een foto zo in beeld van Janet en ik. En het staat echt super mooi. Die was trouwens 4,50 euro. En ja, ik weet niet. Voor een lipstick is het überhaupt niet zo duur eigenlijk. Zo, die lip butter was best wel duur. Maar oké. Okay. Dan heb ik een hele goede mascara. Het is de Watch Me Wink Volume Mascara Waterproof. En het is gewoon een hele basic zwarte HEMA mascara. Maar ik had van Emma gehoord op Insta dat deze heel erg goed is. En ik heb sowieso echt een verslaving aan mascara's. En als ze op zijn, dan koop ik echt gewoon 100.000 nieuwe. Ik heb ook voor mijn verjaardag mascara's gekregen. Alleen ja, ik wist niet. Dit borstel was heel chill. En het is zwart op waterproof. En het geeft heel veel volume. En ik heb hem nu ook op. Dus ik dacht, ik moet deze echt halen. En deze was maar 4,50. Wat ik echt best wel goedkoop vind voor een mascara die goed werkt. Aangezien al die mascara's echt zo'n 15 euro zijn van Maybelline. Dus dat is best wel chill, om eerlijk te zijn. Oh ja, but first. Eigenlijk moest ik deze eerst doen.
Dit is de primer. En dit is gewoon een primer voor een mascara. Dus dat is heel handig. En deze primer was 4,50. Nee, die mascara was 5 euro. En de primer was 4,50. En dit is gewoon een witte primer wat je voor je mascara doet. Waardoor je mascara langer en mooier en gewoon extravagant blijft zitten. En dan heb ik ook nog als laatst deze eyebrow gel. En deze was 3,75 euro. En ja, dit is heel basic. Het is doorzichtig. Ik heb al zo'n bruine gel, maar ja, ik weet niet. Ik vind zo'n basic heel handig, want je doet gewoon even zo wop wop en je wankies zitten. Gucci. Ik heb geen wankies, maar weet je, de wankies die ik heb, die zitten dan Gucci. Dus ja, daar was ik wel eventjes blij mee. En dit was de troepshop log die ik heb. Dus eigenlijk is het gewoon een mini bullshit shop log. Ik heb echt super twee schoolproducten laten zien. Maar back to school shop log komt er sowieso aan. Dat vindt iedereen elke keer super leuk. Dus ja, ik ga niet heel veel kopen trouwens. Want ik heb al eigenlijk alles. Maar ja, die boeken zijn ook aangekomen. Dit was het einde van mijn video. Ik ga niet te veel doorbrabbelen wat ik altijd doe. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Verwacht hele leuke video's. Want die komen dus zeker weten aan. Dan wens ik jou gewoon een fijne vakantie. En een fijne dag. You're beautiful. Be grateful. And stay positive. Bye! Ja? Heb je YouTube al klaar? Nee, ik ben het toch nu aan het filmen? Ik moet nog editen. Ik ben het nu aan het filmen. Toch? Chalet, ik probeer hier een YouTube video op te nemen. Janet, ik probeer een video op te nemen. Wil je de deur ook dicht doen? Oh, dan heb je iets heel leuks. Ook heel interessant. Dit was 95 cent, maar hij deed zomaar 1 euro. En zure matjes en chocolade. En ze hadden ook nog hier van die witte. Ja. Okay.